Paul Jans is onze eerste spreker. U merkt dat ze komen in omgekeerde volgorde het podium op. En zijn presentatie heeft als titel Het leven op rolletjes. En daarin laat hij zien dat de tegenslag niet altijd negatief hoeft te zijn. Hij neemt ons mee naar oktober 2013. Dat is nog geen 3 jaar geleden. En hij zal een inspirerend verhaal vertellen over geluk en hele kleine dingen. Succes, Paul. Dankjewel. Rollend genieten, daar ga ik het met jullie over hebben. Dat rollend, daar heb ik helemaal... Dat hebben jullie net gezien, dat is helder. Dat genieten komt zo. Ik ben Paul Jansen, 44 jaar oud. Geboren in Renen en getogen in Renen. En ik woon nu in Veenendaal. Oh ja, ik ben ook nog gehandicapt. Maar wat is eigenlijk gehandicapt? Een Renenaar in Veenendaal voelt zich ook al snel gehandicapt. 3 jaar geleden liep ik nog en had ik een druk programma. Ik werkte op het hoofdkantoor van Mediamarkt. Basgitaar spelen, DJ spelen, koken, genieten, van het leven genieten en heel veel reizen. Deze foto is gemaakt in een oerwoud van Suriname. Zonder nadenken deed ik alles. Mijn benen brachten me naar plekken waar ik ging genieten, leren en verwonderen. Hoe kom ik in de rolstoel? Op een zaterdag in oktober 2013 ging ik met hevige buikpijn naar de huisartsenpost in Ede. De blinde darm moest verwijderd worden. Na wat testen vroeg de arts waarom ik mijn diabetes niet onder controle had. Ik keek hem wat uiig aan. Diabetes? Mijn bloedsuiker was nuchter 5 maal zo hoog als normaal. Ik had geluk. De ziektes bleken in de bonus te zijn. Ik kreeg 3 in ruil voor mijn blinde darm. Ik heb diabetes type 1 en dat blijk ik al heel lang te hebben. De waardes gierden naar grote hoogtes en hebben veel gesloopt. Nu spuit ik minimaal 4 keer per dag en heb ik de diabetes onder controle. Achteraf gezien heb ik heel veel signalen gemist. De tweede bonus heet retinopathie. Dat is een ziekte die ik in beide ogen heb. En dat houdt in dat bloed en andere stoffen gaan lekker naar de oogholte. En als we daar niks aan gaan doen, dan word ik blind. Toen het was geconstateerd, waren de ogen al in de allerlaatste ontwikkelingsfase. Dus we waren gelukkig op tijd. Ik krijg nu 3 maandelijks een injectie. Door de derde bonus zit ik in de rolstoel. Ik heb de spierziekte neuropathie. De zenuwen in beide benen en beide armen zijn door de hoge suikerwaardes beschadigd. Daardoor heb ik 24 uur per dag, 7 dagen per week, gekmakende pijn. Als ik mijn voeten gebruik, wordt het ook nog een stukje erger. Mijn ziekte is progressief. Het gaat helaas wat sneller bij mij dan normaal. En ik had steeds 1 grote angst. En dat was dat ik in een rolstoel zou komen. Ik heb het voorgelegd aan de behandelende artsen en die zeiden allemaal dat ze geen aanwijzingen konden vinden dat dat zou gaan gebeuren. 3 maanden na deze uitspraken was het zover. Eerst af en toe en nu voor altijd. Huisarts, arboarts, neuroloog, internist, PNO, arbeidsdeskundige, revalidatie, UWV, verzekeringsarts en UWV-arbeidsdeskundige. Allen waren nodig om mijn ziekte te duiden en te bevestigen, zodat na 2 jaar ziekte het zwaard van Damocles kon vallen. Een flinke stapel documenten was het gevolg. Met genoemde organisaties heb ik nu minder te maken. De belangrijkste partij is nu de WMO. Daar vraag je rolstoelen aan of een verbouwing van je huis, dat je gelijkvloers kan wonen. Ik heb een goede ervaring met ze. Onlangs kreeg ik mijn sportrolstoel. Je raadt nooit hoe de leverancier heet. Beenhakker. Ik ben nu 100% arbeidsongeschikt en krijg een IVA-uitkering tot mijn 67ste. Best even slikken op mijn leeftijd. Mobiliteit is de grootste uitdaging, dus koester ik mijn hulpmiddelen. Ik ben ook ontzettend trots op mijn flitsende rolstoel. Hij valt best op, lekker vrolijk en mooi groen. Als ik nou zelf nog wat roze aan doe, dan ben ik een groepie van doe maar. Chronisch ziek zijn is geen ballen aan. De pijn is nooit vrij en vergeleken met vroeger rust ik bijna 90% van de dag. Maar het is niet het einde van mijn leven. Nog steeds geniet ik met volle teugen van het leven en het is veel intenser dan voorheen. Ik haal er nu echt het maximale uit. Want wat is dan het geheim van rollend genieten? Blijf positief. Het heeft weinig nut om somber te zijn. Dat is negatieve energie waar je alleen maar last van krijgt. Op de bank zitten mokken is 10-0 achterstaan in een wedstrijd die je nooit wint. Ik probeer mijn ziekte mij niet verder te laten verpesten. Natuurlijk is het niet leuk dat je lichaam steeds meer minder wordt, maar mokken is extra vermoeiend. Kijk niet terug. Terugkijken naar de periode dat je alles nog kon, is ook zonde. Dit is nu de waarheid en daar moet ik het mee doen. Het vizier moet op vooruit staan. Je frustreert jezelf enorm door te blijven hangen in gedachten als vroeger kostte me dit geen moeite. Vroeger kon ik elke dag hardlopen. Vroeger had ik geen pijn. Je maakt jezelf gek. Denk in mogelijkheden. Accepteer geen
kan niet. Ik verbaas me over treinen waar u met de rolstoel niet in kan. Ik heb in wat kranten gestaan om te strijden voor rolstoeltoegang in de trein. Vroeger zou ik deze speech keurig uit mijn hoofd hebben gedaan. Nu vergeet ik woorden midden in een zin, dan maar oplezen, maar ik sta er toch maar mooi. Google niet. Oké, je zit thuis, je kan niet lopen van de pijn. Je voelt een raar soort pijn de laatste dagen, dat wil je verklaren. Het is dan makkelijk om even te gaan googlen. Niet doen, je maakt jezelf gek. Ook zoeken naar je ziekte en zoeken naar de progressie van neuropathie, ook niet doen, het komt zoals het komt. Jank eens goed. Hé, maar ik was toch hartstikke positief, zei ik net. Ja, maar het is natuurlijk naïef om altijd maar lachend en blij te zijn. Soms ben je boos over wat je overkomt. Waarom zoveel? Waarom ik? En als dan ook nog eens dingen uit mijn handen vallen omdat ik spasmes heb, dan wordt het me allemaal even te veel. Huilen is een teken van sterkte, niet van zwakte. Luister naar je lichaam. Voordat we op visite gaan, moet ik eerst altijd even tanken, noem ik dat. Dan ga ik op bed liggen en rust nemen. Maar dan kan het nog best zijn dat ik 1 minuut voor vertrek alsnog de visite afbel. Het lichaam doet pijn en doorgaan is niet mogelijk, dat wordt niks. Dus stel je grenzen. Niet leuk voor vrienden waar je heen zou gaan, ook niet leuk voor jezelf. Maak plezier. In een rolstoel met een paar fijne ziektes mag het genieten en het plezier maken niet in de weg zitten. Leuke dingen doen zijn tegelijk energiegever en energienemer. Het moment zelf is altijd fijn en ontspannen. Maar je weet dan daarna dat je voor dagen voor pampus ligt. Maar er stond wel een hele fijne dag tegenover. Blijf bewegen. Je zit de hele dag in je stoel of je ligt vaak op bed. Dan moet je wel beweging tegenover staan. Voor de lange afstanden heb ik een handbike. En zoals je ziet, hou ik wel van felle kleuren. Er zit ook een soort motortje op, dus ik heb eigenlijk een soort Sparta mat. En op elke vrijdag poog ik rolstoeltennis te gaan doen. Hoe mijn ziektes er in de toekomst uitzien, weet ik niet. En eigenlijk wil ik het ook helemaal niet weten. Ik heb me neergelegd bij mijn nieuwe manier van leven. En ik weet zeker dat mijn positieve instelling me er doorheen helpt. En dat het helpt is bewezen. Want dit jaar stond ik maar mooi met mijn rolstoel boven op de Tafelberg in Zuid-Afrika. Dus kan niet, bestaat niet.